Beste allemaal, jullie hebben van jullie mentor de Articulate gekregen en doorgenomen voor het Landkamp. Als het goed is, krijg je van je mentor ook de Landkamp-brochure met daarin de paklijst. Nou, er kunnen wat vragen zijn over de paklijst, dus we hebben hier alle materialen voor jullie uitgestald en we nemen het even kort en krachtig met jullie door. Ten eerste beginnen we bij de rugzak. Je dient voor Landkamp een rugzak mee te nemen die je op je rug kan dragen en die ook goed past bij je lichaamslengte. Probeer die eventueel te lenen, vraag aan familie, vrienden in je omgeving, maar kom niet met een sporttas aan of met een duffel. Want je moet alles wat hier op tafel ligt op je rug meedragen. We lopen ook van bivakovernachting naar bivakovernachting. Dus een rugzak is essentieel. Vervolgens heb je natuurlijk een goede nachtrust nodig. Nou, voor een goede nachtrust hebben we een slaapmatje, een slaapzak. En om je matje te beschermen adviseren we om een stukje bouwzeil mee te nemen, wat net wat groter is dan je matje, zodat je eventueel je rugzak er ook op kan leggen en wat andere spulletjes. En daarmee bescherm je dan je slaapmat. Ben je nou een echte koukleum, dan is het misschien handig om een isolatiematje mee te nemen. Die kan je nog onder je slaapmatje leggen. Nu zijn de spullen niet waterdicht verpakt. Dit kan je natuurlijk doen met een mooi waterdicht tasje. Maar dat kan ook wat goedkoper met vuilniszakken. Neem een aantal vuilniszakken mee en zorg dat je slaapmat en je kleding waterdicht verpakt is. Wat voor kleding die je nou mee te nemen tijdens Landkamp? Nou, tijdens Landkamp verplaatsen we van A naar B met onze rugzak. Dus het is belangrijk dat de kleding die je aan hebt, dat dat lekker zittende kleding is, maar ook dat het vocht afdraagt. En wat bedoelen we daarmee? Als je een katoenen shirt aan zou houden, dat houdt vocht vast. Maar als je een thermisch shirt pakt, dat geeft weer vocht door aan de buitenlucht. En dat droogt sneller. Dus draag sportkleding. Dan gaan we verschillende sportactiviteiten doen. Dus neem een setje sportkleding mee. En probeer kleding mee te nemen wat lekker zit, waar je het warm in houdt, droog in houdt. En dat is gelijk het bruggetje voor droog. Een regenjas en een regenbroek is wel heel erg handig. Want als alles één keer nat is, dan word je ook niet meer droog. Dus zorg dat je sportkleding, highkleding en dus kleding bij je hebt waarmee je het droog houdt. Dan hebben we gelijk de brug naar het schoeisel. We nemen een paar extra schoenen mee voor het mountainbiken en de wateractiviteiten. Pak dan niet je allernieuwste hardloopschoenen, maar pak even je oude schoenen. Want het kan zijn dat ze nat en een beetje vies worden, vooral bij het kajak en het mountainbike. En dan hou je je wandelschoenen voor de hike droog. Jullie zien hier ook slippers op tafel liggen. Nou, die zijn niet om mee te verplaatsen, maar het is wel prettig als we op bivak aankomen om je voeten even rust te geven en dan even in slippers rond te kunnen lopen. Nou, je persoonlijke hygiëne dien je natuurlijk ook goed voor te zorgen. Dus het is handig om een handdoekje mee te nemen. Dit is een snel drogend handdoekje, maar dat mag ook een gewone badhanddoek zijn. Je kan natuurlijk een hele grote uitgebreide toilettas meenemen, maar ja, die moet je ook op je rug meenemen. Dus we adviseren om bij de drogisterij kleine producten te halen. Wat deodorant, wat zeep, zonnebrandcrème, echt een essential, niet vergeten. Klein tandpastaatje, tandenborstel natuurlijk. En eventueel nog wat andere middelen. En dat kan je prima in een hersluitbaar zakje doen. Heb je medicatie of ben je ergens allergisch voor en heb je daar medicatie voor nodig, neem die ook alsjeblieft mee en verwittig je mentor daarvan. Daarnaast is het handig om een compact EHBO-pakketje mee te nemen. Dat je een pleister bij je hebt, eventueel een blarenpleistertje. Zodat als je iets hebt, dat je jezelf gelijk kan verzorgen. Vervolgens kunnen we doorgaan naar de voeding. Je kan met je groep een kookgroepje maken en dan dien je het volgende mee te nemen. Want we koken daar in de natuur en we nemen dus ons eigen gasstelletje mee. Gasstelletje heb je een gasblikje voor nodig. Dit is een vrij grote. En nou hebben we verschillende soorten gasbrandertjes. Dit is een brandertje die je hier bovenop schroeft. Voordeel is heel compact. Het nadeel is het wat minder stabiel. En ik heb hier een brandertje. Die kan je mooi uitzetten over de grond. Is veel stabieler, dus dat is ook wat veiliger met koken. Kijk even wat je in je omgeving hebt, wat je eventueel kan lenen. We adviseren per 2 of 3-tal een
kooksetje te hebben, bestaande uit een gasblikje, een brandertje, pannensetje. Dan bij heb je nog eetgerei nodig natuurlijk om je maaltijd naar binnen te werken. Vervolgens adviseren we jullie ook om een sportbidon mee te nemen, want die past ook op de mountainbike. Dit zijn hele handige stevige bidonnen, alleen ja, de mountainbike heb je daar net niet wat aan. En dan komen we bij een heel belangrijk onderdeel en dat is: wat neem je nou mee aan voeding bij landkamp? Voeding tijdens landkamp is hartstikke belangrijk, want dat is onze brandstof. Er zijn een paar dingen daarbij erg handig om over na te denken. Je voeding moet lekker zijn natuurlijk, voedzaam zijn en je moet het voor meerdere dagen kunnen meenemen. Oftewel, geconserveerd eten, zeg maar. Nee, dit moet even opnieuw. Geconserveerd, het slaat nergens op. Sorry. Hoe zeg je dat? Langer houdbaar zijn. Het moet over langere tijd houdbaar zijn. Voeding tijdens landkamp is gigantisch belangrijk, want het is onze brandstof. Daar doen we het op die dagen. En voor de voeding zijn er een paar zaken waar je over na kan denken. Ten eerste, de voeding die je meeneemt moet je natuurlijk lekker vinden. Want dat is wel fijn. Vervolgens is het handig dat het over een langere termijn houdbaar is. Want je dient ook alles op je rugzak mee te nemen en je kan het niet in een koeling stoppen. En dat het niet al te zwaar en breekbaar is. Wat krijg je vanuit de organisatie? Vanuit de organisatie krijg je brood, water en fruit per dag. Maar om dat brood wel lekker te maken, is het handig om je eigen beleg mee te nemen. Denk erom, het is niet handig om glazen potten mee te nemen. Je hebt net zoals dit, dus een knijpflesje pindakaas. Dat werkt heel erg handig. Of natuurlijk een ander smeersel, een ander beleg. Chocopoeder. Zakjes thee, koffiepoeder, een bouillonnetje, wat nootjes voor bij het kampvuur of tijdens de hike. Ook lekker als beleg is bijvoorbeeld een blikje met tonijn. Mueslirepen kunnen heel handig zijn. En voor jezelf, om een beetje het overzicht te bewaren, maak per dag even een mooi pakketje. En dan weet je precies wat je per dag kan gebruiken, zodat je niet alles op de eerste dag opmaakt. En dat geeft jezelf een beetje overzicht. En dan heb je per dag in een ziplock een handig eetpakket. Nou, als tip voor de bidon kan misschien een dorstlesser fijn zijn, een isotone dorstlesser. Die ken je misschien wel van de hele grote potten, maar je hebt ze ook in tabletvorm. En die kan je eventueel ook meenemen. Dat was de voeding. Om jullie te helpen bij de voeding hebben we nog een samenwerkingsverband met Oudo Roosendaal. Voor de avondmaaltijden adviseren we jullie om op deze link even te klikken. Dan kom je bij de bestelpagina van Oudo Roosendaal. En hier zien we wat adventure bars, dus mueslirepen en dergelijke. En dan komen we hier bij de adventure food. Nou, wat is adventure food? Dus eigenlijk hikevoeding met 600 kilocalorieën per maaltijd. En daar heb je zowel ontbijt als avondeten in. Nou, ontbijt krijg je in principe van ons, dat is het brood wat je van ons krijgt. Maar voor de avond is het dus handig om een maaltijd zoals dit mee te nemen. Dit hoeft niet per se daar besteld te worden. Je bent vrij om te bestellen waar je dat wil of te halen waar je dat wil. In de supermarkt heb je ook allerlei verschillende mogelijkheden. Alleen het handige hiervan is, het is licht en het is voedzaam. En er zit vast wel iets van je smaak bij. Van je mentor heb je de landkampbrochure gekregen. Op de landkampbrochure vragen we om even je ICE-gegevens in te vullen in case of emergency. Contactgegevens van je eigen docent. Want dan weten we in geval van nood wie we moeten bellen. In geval van nood is het ook handig om je zorgpas mee te nemen. Dat is eigenlijk verplicht. En wat willen we daarbij zien? Is dat er om de landcode het Europese logo staat. En daarmee kunnen we, als we naar het ziekenhuis moeten, dan worden we heel snel geholpen. En dat is heel fijn. Nou, om deze spulletjes goed te bewaren, pak weer even een ziplokje. Doe je alles eventjes in. En vervolgens stop je die in het topvak van je rugzak. Zodat we altijd weten waar die ligt, zeg maar. Nou, daarnaast is het handig om natuurlijk je telefoon bij te hebben in geval van nood. Een powerbank. Want we komen niet zomaar ergens groene stroom tegen waar we dat in kunnen klikken.
Dus neem een powerbank mee als je wil laden. En 's avonds, om nog wat te kunnen zien in het bos, is het handig om een headlightje mee te nemen. Waarom een headlightje, een hoofdlampje? Zodat je je handen nog vrij hebt om andere zaken te doen rondom het bivak. Het sanitair tijdens landkamp is ook primitief. Dat laten we ook met deze foto zien. In de Articulate staat het heel duidelijk. Het toilet is primitief. Zorg zelf voor een wc-papiertje of tissues, papieren zakdoekjes. En stop die dus bij je persoonlijke hygiënemiddelen.